Gelderland trapt de grootschalige vaccinatiecampagne af. Maar er zijn zorgen over de capaciteit door een gebrek aan het vaccin. Hele goede avond. Studenten gaan meehelpen bij het vaccineren. En daarom kregen de studenten medische hulpverlening en verpleegkunde een opfriscursus. De zorg heeft het nou al heel druk met van alles, dus ja, ik wil graag een steentje bijdragen. En steeds meer studenten kampen met mentale problemen door de coronacrisis. Ik probeer gewoon mijn leven weer een beetje op de rit te krijgen. Maar ik merk dat gewoon op dit moment het corona me best wel in die zin in de weg zit om het weer op te pakken. GGD's in heel Gelderland zijn gestart met wat de grootschalige vaccinatiecampagne moet worden. Blijdschap en opluchting dat het eindelijk zover is. Maar ook zorgen, want houdt het gebrek aan vaccins de campagne niet op? Ja, dan hoor ik dat je de prik krijgt en dan het eerste kwartier daarna moet zitten. Maar dat heb jij niet gedaan, hè? Nee. Maar je voelt je goed? Ja, ik voel me goed. We noemen dit een massavaccinatie, maar we doen maar 380 vaccinaties per dag. Dus dat mag je bijna geen massa noemen. En dat is jammer. Dus ik zou zeggen, zo snel mogelijk, zoveel mogelijk vaccins deze kant op. En dan gaan we starten. Zo blij als we zijn met deze aftrap, zo groot zijn de zorgen over de beschikbaarheid van het vaccin en de weg naar opschaling. De politieke druk, hè, maar ook de onzekerheid. Wanneer worden welke vaccins goedgekeurd? Voor welke doelgroepen zijn ze geschikt? Hoe kunnen we de logistiek organiseren? Ja, en dat is natuurlijk nu ook nog, dat zijn een aantal onzekerheden en daar moeten we mee omgaan. Nou, we hebben natuurlijk ook in het beraad, ook met de ministers, daar altijd veel discussies over. Onze DPG's, onze directeuren van de GGD'en, zijn voortdurend ook met elkaar in overleg. En ik denk dat, je kunt natuurlijk altijd zeggen van ja, hadden we niet een week, ja graag, maar we beginnen vandaag. En ik denk dat dat goed is. Of nou iets eerder hadden kunnen beginnen, daar laat ik me niet over uit. Het is zo dat wij hebben gewacht op het vaccinatie, de vaccins, dat ze beschikbaar waren. Die zijn er nu. Dus dat betekent dat wij nu van de kant af gaan en die blijdschap overheerst vooral. Nou ja, je kan in ieder geval zeggen dat op het moment dat je breed gaat vaccineren, dat we toch wel iets meer ruimte zullen krijgen. Nog niet direct, maar op de termijn natuurlijk wel. Maar het is geen garantie. Garanties krijgen we nooit. Honderden studenten hebben zich aangemeld bij de GGD om te helpen bij het vaccineren. Daarom kregen studenten van de opleidingen medische hulpverlening en verpleegkunde van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen een opfriscursus. Ik heb zelf al een keer les gehad in het prikken, maar ik vind het toch wel altijd fijn om gewoon 100% zeker te zijn dat je bekwaam bent om te prikken. Dus zo'n opfriscursus is eigenlijk helemaal niet verkeerd. En dus oefenen de studenten niet op elkaar, maar op een nephuid. Ze oefenen op fantomen. Fantomen is eigenlijk een nephuid waarop studenten kunnen oefenen om te prikken. Het voelt als een echte huid. Het is natuurlijk anders als er een daadwerkelijk mens achter zit. Maar proberen we de werkelijkheid zoveel mogelijk na te bootsen. De studenten zijn tevreden. Ze kunnen straks waar nodig helpen. Door dit te doen help ik toch mee aan te zorgen dat het corona eerder voorbij is, hopelijk. De zorg heeft het nou al heel druk met van alles, dus ja, ik wil graag een steentje bijdragen. Dan de laatste coronacijfers van het RIVM. Het afgelopen etmaal zijn er 777 nieuwe besmettingen in Gelderland gemeld. Dat zijn er ruim 100 minder dan gisteren. Toen waren het er bijna 900. Depressies, slaapproblemen en eenzaamheid. Het zijn klachten die steeds meer voorkomen bij jongeren en studenten als gevolg van de coronamaatregelen. Onderzoek van de Radboud Universiteit toonde onlangs aan dat meer dan de helft van de studenten in meer of mindere mate met mentale problemen kampt. Ik ben eigenlijk afgelopen jaar een paar keer vastgelopen. Op dit moment heb ik daar best wel veel, toch wel sombere gedachten, et cetera, over. Veel gepiekerd. Maar uiteindelijk kwam ik er niet helemaal meer bij, bovenop. En daardoor ben ik in september bij de GGZ in behandeling gegaan, hier in Wageningen. En daar loop ik nu sindsdien. En ik probeer gewoon mijn leven weer een beetje op de rit te krijgen. Maar ik merk dat gewoon op dit moment het corona me best wel in die zin in de weg zit om het weer op te pakken. Karel is student in Wageningen en het leven in coronatijd valt hem zwaar. Hij is zeker niet de enige die het moeilijk heeft. Bij de GGZ in Wageningen is het aantal jongeren met een hulpvraag de afgelopen weken verdubbeld. Langzaam wordt het leven waar je aan deelneemt steeds minder, waardoor ook langzaam het leven in jezelf uitgaat.
Totdat je in één keer denkt, hé, ik ben eigenlijk meer met de dood bezig als met het leven. Hè? En dan ga je naar de GGZ. Van Harn probeert haar cliënten binnen de regels naar vrijheid te laten zoeken en actief te laten zijn. Zo moet er weer wat perspectief ontstaan. Wat vind je dan belangrijk? Is het dan, nou ja, je maatschappelijke betrokkenheid? Of zijn het dan, is het toch je eigen mentale gesteldheid? Het blijft lastig dus. Van Harn vindt ook dat er meer gedaan moet worden. Ik denk dat er actiever iets georganiseerd moet worden voor jongeren. Ik ben er ook al een tijdje over na aan denken over hoe dat kan. Of ik met de universiteit moet gaan praten. Of met welzijnsorganisaties hier in Wageningen. Of met de gemeente. Dat er gewoon contact georganiseerd wordt. Het kabinet Rutte 3 treedt af. Dat maakte premier Rutte vanmiddag bekend. Alles wees er de afgelopen dagen al op dat het kabinet zijn ontslag zou gaan indienen. In verband met het snoeiharde rapport over de toeslagenaffaire. Duizenden ouders, waaronder honderden Gelderlanders, zijn in de afgelopen jaren door de Belastingdienst onterecht fraudeur aangewezen. Op alle niveaus, door het hele politiek, bestuurlijk, juridische systeem, zijn fouten gemaakt die ertoe hebben geleid dat duizenden ouders groot onrecht is aangedaan. Maar de politieke verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij het zittende kabinet en nergens anders. En dus treedt het kabinet Rutte 3 af. Een van de gedupeerden waar de minister-president het over heeft is Martine van Baren uit Arnhem. Voor haar voelt het besluit dubbel. Aan de ene kant vind ik het voor de ene precies van ja, ik vind dat hun eigenlijk ook door het slijk heen moeten gaan. Net zoals dat wij dat hebben meegemaakt. We zijn ook door het slijk heen gehaald. Wat hun kunnen straks weer een nieuwe baan vinden. Omdat ze ja, een goede referentie hebben. Maar wij ouders... Ja, moet het er maar mee doen wat er is geweest. Ja, ik ben benieuwd eigenlijk wat er gaat gebeuren. In Oosterbeek reageren mensen positief op het besluit. Een hele goede beslissing. Eigenlijk omdat ze toch hun politieke verantwoordelijkheid horen te nemen. Wat voor crisis er ook verder nog in het land speelt. Ik denk op zich wel dat het terecht is. Nou, dat vind ik prima. Ja? Dat al veel eerder moeten gebeuren natuurlijk. Uitstekend besluit, denk ik. Ja. Dat kon niet anders, ja. Want de rechtsstaat is zo geschonden. Wat moet er nog meer gebeuren? Zou een kabinet blijven slitten? Dan denk ik niet dat het anders kan dan dit besluit. Het demissionair kabinet heeft laten weten in ieder geval door te gaan met de bestrijding van het coronavirus. Straks kringloopwinkels barsten uit hun voegen. In de Achterhoek hebben ze er zelfs een extra hal voor moeten bijnemen. Ook dat zit bijna vol, dus we raken richting de limiet die we hebben kunnen. Burgemeester Henny van Koten wil dat de daders van de brandstichtingen in Kerkdriel rond Oud en Nieuw koste wat kost worden gepakt en hij roept getuigen op zich te melden. Tot meer dan een week na Oud en Nieuw was het onrustig. De brandweer rukte zeker 12 keer uit voor brandstichtingen. Tijdens de jaarwisseling werden hulpverleners ook nog zwaar bekogeld met vuurwerk. Van Koten wil hier ook voor in de toekomst een einde aan maken. Klaas-Jan Huntelaar sluit zijn carrière mogelijk toch niet af bij Ajax. Voetbalclub Schalke wil de spits uit Anglo naar Duitsland halen. Huntelaar zei gisteravond na de wedstrijd tegen FC Twente het aanbod serieus te overwegen. Huntelaar, hier lang geleden nog scorend voor AGOVV in Apeldoorn, kwam eerder al 7 jaar uit voor de Duitse club en hij is zeer geliefd. Schalke staat onderaan en hoopt dat de 37-jarige spits degradatie kan voorkomen. Huntelaar maakte onlangs bekend aan het einde van dit voetbalseizoen te stoppen. Tal van sectoren zuchten onder de voortdurende lockdown. Zo luiden de boekhandelaren deze week de noodklok. De sector die het toch al lastig had, zou door de crisis sterk uitgedund worden. De boekenbranche wil daarom extra maatregelen om de boekenhandels als cultureel erfgoed te ondersteunen. Voor een boekenliefhebber is er niks leukers dan in een boekhandel rondsnuffelen. Dus het is ook in ieders voordeel als je wilt dat die boekhandel blijft, om dat dan ook maar lokaal bij die boekhandel te bestellen. Want anders heb je kans dat je straks, als je een keertje naar de winkel wil, dat er geen winkel meer is. Boekhandel Arendsen in Tiel heeft het hartstikke druk met online bestellingen. Maar toch gaat het slecht met de boekhandel. Honderden zaken staan volgens de bond op omvallen. Als de helft van de boekhandels verdwijnt, dan komen daar misschien nou 3 of 5 winkels voor terug. En dan zijn er dus heel veel dorpjes, maar ook grote steden, die straks geen boekhandel meer hebben. Buitenlust, Tiel. Ook voor Arendsen is het bezorgen niet de redding voor de winkel. Vorig jaar hebben we de rest van het jaar heel goed gedraaid eigenlijk.
totdat die lockdown kwam. Dus dan heb je daar weer een buffertje mee opgebouwd. Maar ik zie nu ook wel dat dat buffertje wel hard achteruit loopt. De bond pleit daarom voor bijzondere steun voor boekhandels als culturele ondernemers. Kwelkade. Dat culturele landschap, ja, dat heeft natuurlijk honderden jaren geduurd om dat op te bouwen. Wij zijn er met z'n allen bij als dat heel snel verdwijnt. Mede dankzij de vele bestellingen geldt dat vooralsnog niet voor de Tielse boekenzaak. Nee, voorlopig zijn wij wel inderdaad nog aan de veilige kant gelukkig. Bemmel kent sinds deze zomer een nieuwe basketbalclub. Joost United begon geweldig aan het seizoen met 2 overwinningen. Maar toen legde corona de competitie stil. Zondag begint de Eredivisie opnieuw met een thuisduel tegen landskampioen Zwolle. Na het verdwijnen van de Matrix Magic Nijmegen kende Gelderland geen basketbalclub meer op het hoogste niveau. Maar nu vult Joost United het gat. De Gelderse speler Matthew van Tongeren keerde daarom na veel omzwervingen terug naar de provincie. Ik vond dat op een gegeven moment was het niet meer op het niveau waar het moest zijn. Daar wou ik een bijdrage leveren door misschien mijn ervaring te delen, kinderen enthousiast te maken in de omgeving. En ik denk dat het heel belangrijk is voor Gelderland om basketbal gewoon weer op het niveau te krijgen waar het was. Maar het is een vreemd seizoen. Maandenlang was het alleen maar trainen zonder concreet doel. The main point was to focus on our work and try not to get caught up in thinking of what's next. Because one way or another, they're going to play again, and whether it's next season or this season. And, so we continue to work through the time, and luckily we found out we can play again. Maar zonder de steun van het thuispubliek in Bemmel. We zijn natuurlijk een nieuw team. We wisten eigenlijk niet helemaal hoe het zou lopen hier, maar ja, ik denk met de kern die we hebben, de fanbase. Het zou best wel een opkomst zijn geweest hier. When fans are there, the energy is different. It's very strange. Hopefully we get fans back. We need it. Torenhoge stapels boeken, oude radio's en bedden. Kringloopwinkels barsten uit hun voegen. Tweedehands spullen worden nog altijd gebracht, maar nauwelijks meer opgehaald. De Achterhoekse Kringloop Actief heeft er zelfs een grote hal bijgenomen om alles kwijt te kunnen. Maar ook die zit alweer bijna vol. Een matras, een oude stoel en 2 lampen. De aanvoer van goederen is er wel bij de kringloopwinkels. Maar eruit gaat er bijna niets in coronatijd. Connie Pastoor van de Doetinchemse vestiging Kringloop Actief kan erover meepraten. Overal waar je kijkt staan de spullen opgestapeld. Of het nu gaat om meubels, elektronica of boeken. Het staat vol, ja. We zitten echt vol. Er zijn een paar kleine gaatjes over. Gelukkig hebben we een extra opslag gekregen via onze collega's van de BUA, dat we een klein beetje kunnen opslaan. Maar ook dat zit bijna vol, dus we raken richting de limiet die we hebben kunnen. Dit is ook allemaal opslag. En dit past op het moment niet in de winkel. En achter mij staan de fietsen die ook klaarstaan voor de winkel. En ook hier en achter mij is allemaal opslag. Nog meer opslag voor de winkel. De fysieke winkel zit dicht, maar online kan er nog wel worden besteld. Maar dat weegt niet op tegen het verlies van de winkelomzet. Ja, we hebben op het moment ongeveer 31% meer bezoekers dan net voor de lockdown. Nou, het weegt niet op, maar het is wel alle beetje zelf, hè. Niets doen is geen optie. Heeft u het ooit meegemaakt dat het echt zo vol staat bij u? Nee. Dit is wel echt uniek. En we hopen het ook eigenlijk niet meer te hoeven maken. Maar dat zou niet goed zijn. Dan krijgt u nog het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar met opklaringen daalt het kwik tot ruim onder de nul. Morgen neemt in de loop van de dag de bewolking toe. Gedurende de middag en avond valt er op steeds meer plaatsen sneeuw. Regionaal kan er tot 3 centimeter vallen. Lokaal zelfs nog meer. Kijken we nog even vooruit. Vanaf zondag treedt de dooi in met hogere temperaturen. Na het weekend neemt de kans op regen toe en vooral dinsdag en woensdag waait het stevig. Zometeen na deze uitzending is de Week van Gelderland er weer. En in de grote studio zitten Peter en Angelique al klaar. Ja, wat hebben jullie in de uitzending zitten? We hebben nieuwe varianten die opduiken, daar gaan we het over hebben. En er hangt een avondklok boven ons hoofd. En er moet een gevallen kabinet de coronacrisis te lijf. Werk aan de winkel voor Hubert Bruls. En columniste Annemarie Haverkamp, zij sluipt 's nachts het ziekenhuis in op zoek naar het coronavaccin. Het is weliswaar fantasie, maar een vaccin voor haar zoon Job en voor zijn verzorgers is van levensbelang. En vooralsnog grijpt Job ernaast.
En Olympisch kampioen Stefan Groothuis, alias Bokito, timmert stevig aan de weg, ook al hangen zijn schaatsen aan de wilgen. Kortom, bijzondere verhalen. Tot zo. Dat is straks dus in de Week van Gelderland. En tot zover het Gelders nieuws. Meer nieuws is terug te vinden op de Omroep Gelderland app of online op onze website gld.nl. Ik wens u nog een mooi weekend.